ik weet, als jij mij tagt, dat ik gelijk weer een dosis erbij krijg. Koen, ik moet jou even taggen in een story over... Nee, zo wil ik dit jawel, dus niet. Jij wil de volgers erbij. Nee, ik heb er ook geen zin meer in. Ik ben vanavond in Amsterdam, want de première van Ik Ben Influencer met QC, Zhuwtje en de one and only, mijn vriendje Kai, te zien in Tuschinski. Nou, het was geen Black Tie. Het was ook geen Tenue de View. Je mocht als jezelf komen, want je bent desnoods een influencer. Ik heb nu 143.000 volgers. Kijken of we die 143.000 een beetje op kunnen krikken naar 200k of zo. Zou wel mooi zijn. Seasons change and our love went cold. En ik val gelijk met mijn neus in de boter, want daar staat ze. De grootste influencer van Nederland, kan ik wel zeggen, mijn vriendin Monica. Wanneer komt jouw docu? Nee, nog even niet. Ik vind een docu echt als je iemand dan heel lang volgt, weet je. En dan eigenlijk pas als je dood bent dat het eruit komt. Schat, wat heb je aan? Is het gesponsord of is het gekocht? Vertel het. Ik heb het toevallig vanmiddag bij de H&M gekocht. Oh, gekocht? Schat, bij de H&M? Ja, daar dat gebeurt ook nog. Ja, ik koop ook gewoon dingen in mijn leven. Niet bijzonder. Ik denk letterlijk van de Zara, H&M, Bronx. Ja. Is ook alles gekocht? Nou, wat een suffe influencers. En jij dan? Dit is zeker weer gekregen. Ja, dit is gekregen, meid. Ik influencer me helemaal tot tyfus in. Ja, ik heb nu mijn eigen naked collectie aan. Hey. Dit jurkje is dus gewoon... Kom zo bij jou. Het gaat nu even over mij, ja? Dit jurkje is dus van mijn eigen naked collectie, evenals deze jas. Dus ja, daar... Nou, de influencer even helemaal suf hier. Het is een nieuwe naked collectie, dat zou je er hebben. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Wat zijn nou de nadelen van influencer zijn? Want we weten de voordelen wel. Oh, mensen denken dat je alles gratis krijgt. Ja, vind je dat irritant? Zijn dat de nadelen? Heel irritant wel. Ja, maar ik vind het ook wel weer een voordeel. Ik denk toch wel dat je een beetje in een hokje wordt gestopt van oh, iedereen is hetzelfde. Terwijl ja, niet alle doktoren zijn hetzelfde. Nou, wij zijn ook niet allemaal hetzelfde. Een stukje privacy wat je inlevert, dat als negatief ervaren kan worden. Maar aan de andere kant denk ik, ja, voor wat hoort wat. Ik heb 143.000 volgers, jij natuurlijk net even wat meer. Ik weet, als jij mij tagt, dat ik gelijk weer een dosis erbij krijg. Zullen wij even een filmpje maken of een foto maken met je telefoon? Pak hem er maar bij. En wel taggen natuurlijk. Is dit een nieuwe manier? Ja, dat is gewoon een nieuwe manier. Oh ja? Ja. Maar ik heb er niet zoveel. Dus nou en, alle beetjes helpen. Okay. Ik moet toch een beetje af of dit vanuit MTV komt? Of? Ja, dat komt uit MTV. Ja hoor, jij hebt productie. Ja, ja, ja. Koen, ik moest jou even taggen in een story over... Nee, zo wil ik dit jawel, dus niet. Jij wil de volgers erbij. Nee. Follow Koen van Instagram. Follow Koen Kardashian. Koen met dubbel O. Ja. Ik heb hem wel graag in het roze. Ja, wat beeldig. Ja, en een beetje groot, hè, Koen Kardashian. Ik doe eerst even mijn gesponsorde jas uit, want ik heb het zo heet. Productie. Oh jee, het begint volgens mij bijna, maar ik wil nog wel even een borrel. Kassa gaat sloten, hè? Nee, dat meen je niet. Koen Kardashian in de rij. Beneden was het een beetje druk bij de bar. Dus ik hoop, en we moesten naar binnen, dus ik hoop dat je hier champagne kan krijgen of zo. Hallo mevrouw, waar kan ik hier champagne krijgen? Champagne, ja. Als u onder naar de keuken gaat. Ja, kan u dat voor mij regelen? Ik heb niks gezien. Ik zal even kijken. Ja, dank u wel. Schat, wat een feestje. Heerlijk. Geen première zonder champagne. Hé, zo. Ja, ik regel het wel hoor, schat. Oeh, een hele doffe klap. Zo, proost, schat. Cheers. Het is heel goed aan de ene kant, is de andere kant ook alweer heel gevaarlijk. Vandaag, welkom. Dit is een klant. Daar ben ik ook echt achter gekomen. Uiteindelijk is iedereen onzeker in dit vak. Dit is eigenlijk hoe ik zou willen zijn als ik geen onzekerheid had. Dat was hem. Ik ben influencer. Op naar de borrel. First things first. Champagne. Geen champagne. Wel rood-wit en jus d'orange. In de minimutte. Proost. Hallo, hallo, hallo. Heb jij iets sponsor iets aan?
Nu aan? Ja, heb je iets aan? Ja, ik ben helemaal doodgesponsord vandaag. Ja, deze jas. Ik zou het zelf namelijk niet per se kopen, maar ik vind het ook wel vet of zo. Maar ja, je hebt het toch gekregen. Ja, je moet even door dit schermpje heen filmen. Auw! Ja, schat. Deze jas? Equalité. Equalité, oké dan. Deze Caesar. Oké, ook. Want ik ben natuurlijk Julius Caesar, zoals je kan zien. Come on. Ja, dat zie je. En voor... Ja, mijn broek ook. Hou op. Ja, Richard. Wat een feestje. Ja, ik ben influencer. Ik ben ook met een experiment bezig. Voor MTV, niet voor eigen belang. Maar ik wil heel graag dat jullie een Insta-story met mij maken en mij taggen. Want ik wil ook wel meer volgers. Eigenlijk. Dus of je even je telefoon wil pakken en met mij een... Hallo lieve kijkertjes van Brit. Wij zijn hier helemaal bij Tuschinski. En nou, het is gezellig. Dag. Nou, dat was een helemaal leuk film. It's a rap. Nou, dames en heren, ik ben hier met Kim Kardashian. Eigenlijk wil ik Kylie Kardashian, Uzo en Janet Kardashian. Nee. Je hebt Chloe, Kim, Kylie. Zijn dat je niet, hè? Oh, nee. En, nou ja, kan mij toch schelen. Het meest relevant is Kim Kardashian. En zo is het. Nou, de following valt best wel tegen. Nee, geen reet. Mannetje van 30. Jezus. Ik ben heel door influencerwereld Nederland getrekt, maar 30 man erbij. Hey, dankjewel. Lieve schat. Wat heb je een beeldige bos bloemen. Ja, dat is mooi, hè? Deze ga ik bewaren, man. Ik vond het echt indrukwekkend. Ja. Hoe heb je het zelf allemaal mogen ervaren? Ja, gaat snel, man, als je zo terugkijkt. Want je ziet in een jaar tijd nieuwe huis, best wel veel veranderd. En het is best wel raar om jezelf zo te zien of zo na een jaar. Ik ben wel aan het schommelen met mijn gewicht, man. Ja, man, echt eng. Je bent zo groot. Je ziet alles. Elke pukkel. Maar ja, het is fucking vet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben echt de helft van wat ik nu net gezien heb, was ik vergeten, zeg maar. Dus dat geeft ook wel aan dat het best wel een soort van automatisch gaat. Die camera's gaan gewoon aan en je doet gewoon... Je komt er echt heel goed uit. Dat stukje dat ik emotioneel werd, dat is wel apart, weet je. Dan zit je in zo'n zaal en dan denk je, oh, er zit nu 400 man naar een jankende kei te kijken. Maar dat is ook goed jankend. Ja, maar het moet er wel in, toch? Ik vind wel, ja. als je die documentaire maakt, moet je ook wel het achterste van je tong laten zien. Ja. Wat vond je nou het mooiste stuk of moment in de documentaire die we net hebben mogen zien? Door het moment het nieuwe huis, toch? Je zag ook hoe blij ik ermee was, man. Ik zag dat ik ermee blij was. Ja, dit is mijn koelkast. Helemaal gelukkig, zeg maar. Ik heb nog nooit zo iemand blij gezien met een koelkast, hoor, schat. Ja, ik wel, hoor. En er past heel veel in. Laura, je bent regisseur van deze beeldschone documentaire. Waarom dit drietal? Waarom dit drietal? Nou, het begon eigenlijk met Kai. En toen vond ik het eigenlijk zo leuk om te maken en zo'n boeiend verhaal. En Kai raakte in een soort stroomversnelling. En toen heb ik eigenlijk heel eerlijk gewoon gezegd... Hey, ik vind QC, die heeft weer zo'n ander verhaal. En Jul heeft ook weer zo'n ander verhaal. En alle drie heb je denk ik een beeld van deze drie voordat je dit ziet. Nou, lieve mensen. Hallo. Genoeg Kai. Dit was er weer Kim Kardashian. In het Tuschinski. Bij Ik ben een influencer. Ik ga er vandoor, ik heb er ook geen zin meer in. Dus, had je likken.